En dan nu, dames en heren, onze volgende gast die een triest record gebroken heeft. En dat is meneer De Lange. En meneer De Lange heeft een triest record gebroken omdat hij de meest bestolen man in Nederland is. Ik vraag uw aandacht voor meneer De Lange. Meneer De Lange, gezellig dat u er bent. Komt u er even bij staan bij de microfoon? Een beetje verlegen. Maar meneer De Lange, eigenlijk bent u een beetje... Komt u er even bij staan, meneer De Lange? Bij de microfoon graag, ja? Ik zal voldoende afstand blijven houden. Dat is eigenlijk, bent u een beetje de tegenhanger van onze kandidaat uit de vorige show? Want dat was namelijk een man die zo vreselijk veel gestolen had. Heeft u dat programma gezien? Heb ik gezien, ja. Dat moet wel heel naar zijn geweest voor u. Vreselijk, vreselijk, vreselijk. Dus u bent namelijk gestolen van uw auto? Ja, ik wou instappen. Ja? Toen zat ik meteen op de olievlek. Dat is niet zo lekker, hè? Niet zo lekker. Hè? En uw televisietoestel bent u ook al kwijt? Nou, ik zat net lekker te kijken. Ja. Kwamen ze het weghalen. Dus u zat er zelf bij, begreep ik dat goed? Dat was een soort stelenbingo. Ja. Het is wel jammer van het toestel, hè? Een heel mooi toestel. Oh ja? Glas van voren. 2850. 2850 gulden. Nou, dat is inderdaad wel veel, ja. Nee, per maand. Per maand? Oh, dus eigenlijk was het niet helemaal van u. Ik had net afbetaald. En hoe zat het dan ook gegaan met uw tafelzilver? Ik zat net lekker te eten. U vertelt u zeker een fabeltje, heus niet, hè? Heus niet. Hoe kan dat nou? Trokken ze het zo uit mijn handen. En u zei niet? Nee, dat moet je zeggen. Dat lijkt me nog wat duidelijk wat je moet zeggen. Ik had net mijn mond vol. Wat dit allemaal kan in deze tijd. Ik heb nou alleen nog bestek 81. Daar doe je ook niet veel mee, hè? Nee. Maar ik had trouwens heel even een vraagje tussendoor, meneer De Lange. Wilt u misschien iets meer in de richting van de camera kijken? Dus dan kunnen de kijkers u thuis ook even zien. Ja, ja? Moet kunnen. Ja, dat denk ik ook wel. Maar u bent toch wel verzekerd tegen diefstal? Ja, ik had allerlei verzekeringen. Allerlei verzekeringen, ja? Zeker. Toen wou ik aangifte doen. Ja. Toen was mijn polis gestolen. Dus u kreeg helemaal niets terug van de verzekering? Alleen het hoesje. Wat is je daar nou mee? Maar dan moet u me toch eens vertellen. Wat vindt uw vrouw hier nou van en uw kinderen? Zeggen in de zaal? Ja, klopt, ja. Maar hoe kan dat nu? Ik was net lekker... geweest zijn. Maar wat vindt u nou van die man uit het vorige programma die nou zo vreselijk veel gestolen had? Wat vindt u daar nou van? Nou, mijn bescheiden mening. Ja? Ja. Ja, zegt u het maar. Ja, ik wil het niet zo goed vertellen. Nee, nou, gaat u gerust uw gang. U hoeft nergens bang voor te zijn. Maar die man, die moeten ze van een kerktoren op een punthek gooien. Vindt u dat niet een beetje te? Nou, een beetje te, ja. Maar, ja, hartstikke leuk. Dat u wenst iets vervuld kan worden, want het zou een beetje een vreemde boel worden allemaal, hè? Ja, satéetje gaat er wel in. Ja. Meneer De Lange, ons programma moet wel doorgaan. Ik had nog een laatste vraag. Waarom kijkt u nou toch alsmaar naar beneden? Nou, die schoenen wou ik wel graag houden.